Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van zaterdag 6 april van Weerplaza. Dit weekend blijft het vrijwel droog. Wel hebben we vanochtend te maken met overwegend veel bewolking. Zeer lokaal kan een spatje motregen vallen. Veel stelt dat niet voor. Het is 8 of 9 graden bij een zwakke tot matige oostelijke wind vanochtend. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon. Vanuit het noordoosten breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 14 graden in Den Helder tot 18 in Groningen. Vanavond zijn er brede opklaringen en blijft het droog bij een temperatuur van 12 tot 14 graden en een zwak tot matige noordoostelijke wind. Morgen schijnt de hele dag de zon geregeld. Alleen in het midden en zuiden is later kans op een enkele regen- of onweersbui. Met 18 graden in Den Helder tot 20 verder landinwaarts is het een warme lentedag. Ook maandag is het nog warm met 16 tot 18 graden. Wel kan later weer een enkele regen- of onweersbui ontstaan. Vanaf dinsdag wordt het een stuk koeler en is het tamelijk wisselvallig met elke dag een paar buien. Mijn naam is Diana Woei van Weerplaza.